deze bijeenkomst is heel erg belangrijk. Wij hebben het van groot belang geacht om met de politieke organisaties bij elkaar te komen. Om hun alvast uit te leggen, aan te geven wat de taken en de bevoegdheden van het onafhankelijk kiesbureau zijn. Meer bekendmaken. Natuurlijk weten een heleboel politieke organisaties al wat om en bij de taken van het onafhankelijk kiesbureau zijn. Maar zoals u weet, dat is de kiesregeling ook in 2023 en verder in 2024 nader gewijzigd. En daarbij zijn ook de taken en de bevoegdheden van het onafhankelijk kiesbureau ook gewijzigd. Althans, er zijn aanvullingen gepleegd in de wet met betrekking tot de taken en de bevoegdheden van het onafhankelijk kiesbureau. En wij achten het van groot belang om de politieke organisaties in het bijzonder uit te leggen wat de taken en de bevoegdheden zijn aan de ene kant. Maar aan de andere kant het belang van het toezicht dat door het onafhankelijk kiesbureau wordt gehouden. Waar zitten we nu met dat toezichtswerk en overige controlewerkzaamheden? Waar gaan we naartoe? Dus dat is de bedoeling om vandaag eigenlijk te behandelen. Maar in het bijzonder zullen we ons focussen vandaag op het toezicht, want dat is het meest belangrijke aspect. Voor mij was het prettig te ervaren dat het OKB de onderweg naar de verkiezingen de organisatie van de verkiezingen overziet, dus in hun taak als toezichthouder, dat ze die totale organisatie, dus de organogram en de verschillende onderdelen in beeld hebben, in kaart hebben. Het is natuurlijk ook prettig als de persoon van de voorzitter met gemak de vragen kan adresseren, erop in kan gaan. Geeft ook aan dat je begrijpt waar je mee bezig bent. U weet, we klagen heel vaak dat er mensen bij instituten geplaatst worden vanwege hun politieke achtergrond of hun politieke kleur. En dat er in mindere mate rekening wordt gehouden met deskundigheid. En toevallig ken ik die meneer, dus die zorg had ik niet. Maar het is wel prettig te zien dat je als politieke organisatie relatief minder zorgen hoeft te maken. Die organisatie lijkt mij dat ze overzien tot nog toe. De vraagstukken van de vorige verkiezingen waarmee we hebben gezeten, die zijn geadresseerd in de rapporten, los van het feit wat Binnenlandse Zaken zelf heeft opgepakt. Dat geeft een hele geruststelling.